Uitdagingen op het gebied van de aanpak van neurologische aandoeningen zijn onder andere de complexe werking van ons brein, moeilijkheden bij vroegtijdige diagnose en beperkte behandelingsmogelijkheden. Hierdoor zijn er voor veel zenuw- en hersenaandoeningen zoals blindheid of verlamming nog geen effectieve behandelingen. Kan dit anders? Ja, dat kan. Door middel van neurotechnologie. En dat gebruiken we dan voor twee doeleinden. Om de werking van ons zenuwstelsel beter te begrijpen. Of om betere behandelingen te maken voor neurologische aandoeningen. Bijvoorbeeld blindheid. Samen met artsen en neurowetenschappers werken we aan de behandeling van blindheid door middel van neurotechnologie. De grootste uitdaging daarbij is om te begrijpen welke taal de zenuwen spreken met elkaar. En de juiste interactie aan te gaan met die zenuwen. Zodat we hen kunnen sturen naar gewenst gedrag en het voorkomen van ongewenst gedrag. Dat leidt tot een beter begrip, wat belangrijk is voor onze neurowetenschappelijke partners. En het leidt tot betere behandelmethoden, wat belangrijk is voor onze klinische partners. Ik wil bereiken dat door neurotechnologisch onderzoek dat we een beter begrip krijgen van het brein en het centrale zenuwstelsel. Ik wil ook bereiken dat we door datzelfde onderzoek en door neurotechnologie betere behandelingen ontwikkelen voor mensen met neurologische aandoeningen.